Waarom zou de therapeut en arts van vandaag morgen eigenlijk basaal een klinisch psychoneuroimmunoloog horen te zijn? Dat heeft natuurlijk te maken met een heel bazaal ding. Patiënten zijn zat van het symptomatisch denken. Daar hebben ze geen zin meer in. Waar patiënten verschrikkelijk behoefte aan hebben, is een integraal, een echt integraal wetenschappelijke verklaring voor wat er met ze aan de hand is. En dat is de grote kracht van de klinische psychoneuroimmunologie. We denken niet in foto's, we denken in een film. En dat is gebaseerd op de autobiografie van de patiënt. En waar we dus eigenlijk op een hele goede wetenschappelijke manier die autobiografie vertalen in werkingsmechanismes, eigenlijk pathofysiologie, waardoor we echt komen tot een oplossing van het probleem en niet van het symptoom.